om haar te verrassen met een kek behangetje in haar slaapkamer. Ik vind het nu al spannend. Oma Ingebig, een heel kratje met pareltjes mee. Van zolder, hè? Van mijn oma. En het is weer helemaal hip, want alles heeft een gouden randje. Klopt, mama's. Alcoholvrije gin en tonic. Ideaal als je compact woont. Ook nog mijn bed verschoond, jongens. Kijk je wel? Hallo, lieverd. Billy! Oh, Billy is zo commercieel. Gaat net naast de stofzuiger liggen. Ik vind het... Donderdag, na 3 mamadagen, helemaal thuis, ben ik in Haarlemmermeer. We gaan naar de In de Wolken Festival en een persontbijt van ouders van nu. Vriendinnetje Danique die werkte nu en ik was sowieso uitgenodigd, maar we zien elkaar weer. Dus weer even heel veel baby-inspiratie. Je kunt hier op een armbandje de naam van je zoontje of dochtertje laten graveren. En er wordt nu zo'n eentje gemaakt met Oliver. Ik zou niet storen. Super mooi. Kijk nou. Deze achtergrond. Hoe leuk. Het is gewoon behangen. Hoe leuk is dit broekje. Het hoort eigenlijk bij de draagdoek. Ze hebben dus ook broekjes. En het merk heet Bam en Boe. Dat is voordat ze maatschappij moeten verder. Ja. Wat handig. Ideaal als je compact woont. Dan doe je dit gewoon. Het is heel leuk, want als je kindje wat ouder is, dan gebruik je hem als bureautje. Zo. Het ziet er mooi uit. Fantastisch. Nee, even lang. Oké, wat is het idee hier? Ja, en... Ik sta hier voor de kraan met een hele achtdelige newborn set. De waarde van 89,65. Kijk eens wie tegen het lijf liep. Ai, cool. Heel lang niet meer gezien. Ja, maar... Ik word een date. Ja, uiteraard deze date. Ja. Met de tweeling. En oh ja, ik wil even een mooie outfit laten zien. Die werkt bij ouders van nu. En die staat in de set. Ja, Typetent nummer 1. Dus ja, en ik moet de festivalaanbieding, de afdelige newborn set aan de hand. Nou, Danique, veel plezier vandaag. Aigo gaat met me mee in de bus. Ja. En wil je deze dames volgen? Check onderstaan de link. Hanne! Eventjes alles gedropt. Ik heb best wel veel gekregen. Dit is heel zwaar. Ik kreeg ineens rugpijn. Kun je nagaan, mom life. Ineens heb je heel snel rugpijn als je iets zwaars deelt. Maar ik ben even thuis. Ik heb alles gedropt. En ik ga weer naar Amsterdam. Want ik ga naar het Stay Okay Hotel in Oost. Samen met Tess, een vriendinnetje van me. Ik heb een leuke samenwerking. Ik ga schrijven over dat je een Stay Okay...
Zo, ik ga schrijven dat je in het Stay Okay Hotel heel erg goed kunt werken. En dat is altijd fijn, want ik ben vaak in Amsterdam. En soms komen die events sluiten niet op elkaar aan. En dan ga ik altijd elders zitten in een koffietentje. Of eigenlijk gewoon vaak in een koffietentje met mijn laptop of met mijn iPad. Om nog even mailtjes te beantwoorden en andere dingen te doen. En bij het Stay Okay Hotel kun je dus heel erg leuk zitten. Instagrammable werkplek. Ik ga erheen, ik ga een foto maken. Of althans, Tess gaat van mij een foto maken. En gaan we vandaag even bijkletsen. En morgen ben ik weer met Tess. Maar dat zie je volgende keer. Gezelschap voor vandaag. Tessje heeft heel veel mooie foto's van me gemaakt, hè? En mijn best gedaan. Ja. Ja, gezellig groepje gecreëerd, toch? Ja, en we vallen met neus in de boter, want morgen ben ik weer bij jou. Heb je een beetje zin in? Ik trek hem gewoon even door. Ja. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat maken bij mij. Ben je een beetje bang? Ja. Ja, hè? Bang voor behang. Ik heb echt alles, alle muren wit. Er mag bij mij nooit iets gebeuren, toch? Je nee. Weet? Ja. Tenzij ik even langskom, hè. Dat gaat helemaal goed. Tess, het wordt heel mooi. Goede handen. Ja, oké. Okay. Nou, morgen zien we Tess weer. Spannend! Vrijdag. Drukke dag. Nog vlak voor het weekend. Ik ga namelijk klussen. Ik ga klussen bij goed vriendinnetje Tess. Ik ga namelijk de tweede mini makeover doen in samenwerking met Philips. En ik had het geniale idee om haar te verrassen met een kekbehangertje in haar slaapkamer. Ze heeft een hele leuke slaapkamer. Ze heeft onlangs heeft hem al een soort van gepimpt met een fluwelen bed. Roze fluweel. Oh, batterij bij de licht. Oké, roze fluweel. Fluwelen gordijnen. Maar er mist ze nog iets. Aankleding. En ja, natuurlijk mist ze iets. Want de muren zijn spierwit. Dat kan natuurlijk niet, hè. Ik vind dat alle muren in je huis of een kekbehangertje of een kleurtje moeten hebben. Dus ik ga bijna langs. Ik ga een touch geven. Een touch-up van haar slaapkamer. Ik heb ook nog wat leuke woonaccessoires gekocht. En ik ga erheen. Och, ik ben nu nog vrolijk. Maar ik word al een beetje chagrijnig van klussen. Hoewel ik behangen wel heel erg leuk vind. Maar Tess is geen klusser. Net zoals ik. Dus ik heb net eventjes gevraagd of ze überhaupt een trappertje heeft. En een emmer om de behanglijm in te mengen. Desnoods doen we een slaakom. Maar ze ging even kijken. Dus het wordt een hele interessante mini makeover. Ik hoor Billy wel. Ja, Billy! Nou, Jan de Behanger is er, hoor. Ja, heb je er zin in? Heb je er zin in? Hoe verder? Kijk wat ik dit. Oh jee, ik vind het nu al spannend. Nee, dit komt helemaal goed. Eén lijst. Oh, ze hebben me helemaal niet ingelijst. Oh, maar zit de print er wel bij? Je kunt tegenwoordig ook mopshonden bestellen. Oh. I like. Er zit er nog eentje onder? Ja. Ja. Hey. Dit zijn kussenbloesem. Hey. Kijk eens. Van de Hema. Ja, nou die zijn leuk toch? Ja, heel. We hebben natuurlijk ook nog de mooie steelstofzuiger van Philips op links. Ja, rechts, sorry. Jongens, ik heb hem nog niet uit de folie. Nee, nog niet echt een huisvrouw dus. Nee. Oh ja, oké. Okay. Nou, die mag je nu ook uitpakken. Nou, dit is even Billy uitlaten. Kijk eens. Nou, ik ben trots op mezelf. Ik heb ook nog gewoon bij de stopcontacten, wat ik thuis altijd door mijn man laat doen. Ik heb gewoon goed opgelet al die jaren. Heb ik zelf allemaal gedaan. Dus eitje. Dus we hebben nog twee banen en zijn we klaar. En dan kunnen we beginnen met afstylen. Mijn hangertje zit erop. En we gaan even stylen. We hebben net het bed verzet. En ik vind het eigenlijk gewoon veel mooier als het bed niet helemaal naar links gaat. Ja, dat is altijd het ding wat veel mensen doen. Alles tegen de muur. Maar ik hou het dan van dat je van de muur afhaalt. Ik krijg wat meer diepte. Zit er even met mijn arm. Met mijn hand te praten. Maar hier wil ik dan deze doen. Die had ze al. Die ga ik dus hier doen. En de lijst, ik denk dat ik de grote lijst hier doe. En de kleine lijst of hier of ernaast. Dat weet ik nog niet. Nou, wordt ook nog mijn bed verschoond, jongens. Ja, dit is echt de topservice. Dit moet geen
gewoonte worden. Dit is alleen maar voor jou. Hoezo geen gewoonte? Dit is toch part of the deal? Nou, als ik eerst een hekel heb, is het bed opmaken. Want oh. Nooit. Ik ben wel zo makkelijk instoppen. Dat het er niet onderuit. Ja. Zal ik het anders even doen? Nee hoor. Ja. Nee, jij bent van de broodjes vandaag. Ja. I'm making lunch. Yes. Chris gaat lachen als ik. Zo. Hoppa. Zo. Nou, als Chris me ziet, is hij trots. Ik heb net al geappt. Ja? Ja. Kijk, zelfs bij de... Bij de met het. Ja, de man die was heel erg goed. Het is af. Voor Tess een gouden trio aan bergkristallen voor een heerlijke nachtrust. Wat leuk, Beel. Staat. Bergkristal. Zuivert het lichaam en huis. Dat is heel fijn. Oh ja, dat is de amethyst. Amethyst. Mooi, hè? Wauw. Die is dus echt voor slaaploosheid. Echt? Ja. Deze wat je nou krijgt ja, is de steen van, ja. Van de liefde, de rooskwarts. Oh, ja. Als je die in elke kamer hebt, dan is het... Superleuk! Ja, en als, ah, je die, ja, als je die dan met z'n drieën zo doet... Kijk, dat zat te denken. Ja? Kijk, ja, ja. Nee, ik kan niet eten. Ik kan niet eten. Kijk, dan doen we dat hier. Beeldje. Zo, op je dingen. Billy! Ja! Oh, Billy zo commercieel. Gaat net naast de stofzuiger liggen. De styling zag er eerst heel mooi uit, maar Billy, de mopsons, die heeft net berg beklommen. Bij alle kussens, hè Billy? Ja, nu is Billy heel erg rustig. Maar Billy heeft net gewoon hier zitten springen al. Ja, in de behanglijm. Wordt hergebruikt. Als slijm, hè? Eeuw, smurfensnot. Smurfensnot. Nou, jongens, ik zie er niet uit trouwens. Ik heb mijn klus... Nee, jij ziet er hartstikke mooi. Ik heb mijn kluskleding aan. Je hebt me nog nooit zo in mijn klofje gezien. Maar, hoe vond je de makeover geworden? Hi. Ik vind het... Ik vind het super leuk geworden. Ja, echt. Ben je blij mee? Ja, en oh, eigenlijk hadden we dit gewoon al veel eerder moeten doen, hè? Ja, toch? Ja. En wat ik ook zei, wat een life-changing dingen jij gewoon kan doen in anderhalf uur. Ja, 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 ik kan dat gewoon doen. En ook bij de stopcontacten heb ik ook allemaal helemaal vakkundig afgewerkt. Strak behangen. En Mientje, wat vind jij van de slaapkamer makeover van mama door mij? Wat vind je ervan? Leuk. Heb ik het goed gedaan? Ja. Ja? Oh, en nou jouw kamer maar eens een keertje doen. Ja. Volgende keer jouw kamer. Ja, dan mist ook wel een behangetje. Misschien ook wel een leuk behangetje. Billy is er ook heel blij mee. Hoe zit zij ineens op bed? Ja. Is zij er zelf opgekomen? Ja? Ja, misschien. Nou, Bill heeft het ook super goed gedaan. Hey, nou, dankjewel. Ik ben blij dat jij er blij mee bent. En ik hoop natuurlijk dat je vanavond heerlijk slaapt. Ja, hoop zo, tuurlijk. Ik laat wel even weten hieronder of Tess daadwerkelijk heel lekker heeft geslapen. En ook echt lof, die kristallen, superleuk detail. En die takken, helemaal naar mijn zin. Nou, tot nou, volgende keer. Jij gaat lekker liggen. Doei! En het resultaat van de makeover staat al online of komt nog online? Laat me even weten. Doei! Doei! Zo. Ik ben weer thuis. Van de mini makeover bij vriendinnetje Tess. Het is echt heel erg leuk geworden. Ik ben heel erg tevreden. Zij was heel erg blij. Dochtertje Jasmin vond het heel mooi. Billy de mopshond uiteraard ook. Die heeft daarna het hele bed ging ze op het bed rondlopen. Op de kussens. Dus dat was allemaal gelukkig na de shoot. Het is vrijdagavond. Ik ga lekker alles uitwerken. Mamlief is nog niet thuis met kindlief. Dus ik kan nog eventjes verder werken. En zo. Ik merk trouwens dat ik mijn buikspieren weer even moet trainen na de zwangerschap. Ik heb gewoon rugpijn. Gisteren op de beurs, op de In de Wolken Festival. Het is geen beurs. In de Wolken Festival. Hadden we best wel veel spulletjes meegekregen. En ik had al zoiets van, oeh, dat is best wel zwaar. En vandaag met alle camera-spullen toch wel veel gelopen en gestaan. Wacht op de bus, wacht op de trein. Ik heb gewoon rugpijn nu. En dat komt gewoon omdat mijn buikspieren nog niet echt goed zijn. Dus ik moet maar weer eens even sporten binnenkort. Ik moet me even mijn buikspier trainen. Ik heb gewoon last van mijn rug. Dus, hè? Dat is dus een nadeel na... of tenminste, dat is dus... zo, ik kom helemaal niet uit mijn woorden. Dat heb je dus altijd na zwangerschap. Dat je buikspieren niet zo heel erg goed meer zijn. Dus ik ga weer trainen. Maar goed, pijn nu. Ze is ineens heel stil. Nou, terwijl opa Snor oppast, hier in de verte, heeft oma Ingebig
een heel kratje met pareltjes mee. Van zolder, hè? Van mijn oma. Van de zolder. Kijk, en mijn oma had dus heel veel leuke... Nee, 17 jaar van een aanhanger. Oh ja, van zolder is het naar een aanhanger gegaan. En daarna is het naar Haarlem gegaan. Kijk, maar mijn oma had vroeger heel veel mooie vaasjes. En het is weer helemaal hip, want alles heeft een gouden randje. Ken je die nog? Ja, die ken ik nog. Oh, wat leuk zeg, maar we hebben hier ook nog... Dit is echt kristal, man. Dit? Ja. Echt kristal? Oké, dat is alleen voor kerst. Alleen voor de feestdagen. En ook een heel vaasje. En ik heb hier ook... Oh, die ken ik nog, mam. Die ken ik nog. Dat deden we altijd... Deden we daar roosjes in? Of ja, hebben, zit ik weer wat anders te vertellen? En we hebben hier een heel klein mini vaasje. Kijk eens hoe leuk. Ja, die is leuk. Kijk nou eens. En we hebben nog een heel kratje. Och, die is ook leuk. Oh, dat is ook wedgwood. Dat is het geredde wedgwood. We hebben een extra vaasje gevonden. Kijk, dit is heel een klein kopje van de wedgwood. Maar dit is een iets... Hier zit een roosje in. Oh, ja. En hier ja. staat een roosje. Dit is voor een latte. En dit is voor een cappuccino. Nou, die wil ik ook. Liefste glimlach, hè? Kijk je wel? Hallo, lieverd. Daar zijn we weer. Ze hebben tegen mij, oma. Hallo, lieverd. Tegen wie? Hi. Boe. Hallo, lieverd. Is de pinda. Allemaal in de cement. Oh, jezus. Allemaal in de cement. Ja. Oké, we zoomen in op Whitney. Nou, ik weet niet of dat beter is. Jawel, Whitney is 80 jaar jonger dan ik ben. Nou. Maar het is weer tijd voor een home tourtje. We zijn in Amsterdam. Nee. Whitney komt helemaal uit Noord. Daar ben ik achtergekomen. Dus in Noord. Nu pas. We gaan bij Michelle binnenkijken. Michelle werkt voor Hearst, bekend van de bladen. Maar ze is ook interieurstylist. Dus dat is een hele leuke creatieve mix. Ze woont in Oud-West, heb ik misschien al gezegd. En we hebben er zin in, hè, Whitney? Ja. We hadden gisteren ook een home tourtje, maar die is gecanceld. Dat is jammer, hè? Ja. Maar we hebben dus nu een hele leuke home tour. En over een paar weken ook weer leuk. En ik probeer nog eentje te regelen. Maar, we gaan er weer voor. Oké. We gaan op zoek. To be continued. Oh, jij bent lief! Of jullie bang zijn voor honden? Ik zei net, ik ben bang voor de hond, maar niet. Deze is toch een poppy! Hallo, liefie, hoe heet de hond? Ollie! Nou, zo noem ik mijn kindje altijd! Oh, ja. Dat is ons koosnaamtje voor Oliver! Ja, hij is ook Oliver eigenlijk. Oh, liefie. Hij zat net met zijn snuitje op mijn voet. Hoor je alle kanten gefilmd? Hans, kijk. Dood. Nou, wel lekker licht hoor. Yes! Oké. Okay. Ja. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe home tour. En voor deze home tour ben ik in Amsterdam, want ik ben met jullie, Michelle. Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Ik ben benieuwd. Kijk maar snel verder. Ja. En was het goed? Ja. Nou, hoppa. Dat was hem, hè? Gelukkig. Ja. Ja. Oh, nou, mooi jongens. Ja. Nou, hier, we hebben al één shot gehad. Whitney is nou de losse shots aan het maken. Gaat het goed, Whitney? Gaat hartstikke goed. Ja, hartstikke. En Michelle, we zijn klaar met jou. Home tour. Nou ja, maar jij kan echt goed praten voor de camera. Oh, nou, dankjewel. Maar je hebt ook een YouTube kanaal natuurlijk. Je volgt. Ja, maar dat is een beetje tijdens de verbouwing, huistuin en keuken. Ja, nee, niet te bescheiden, niet te bescheiden. Jullie kunnen haar volgen. Check even onder de staande link. En we hebben genoeg energie, want we hebben een hele schaal bokpootjes. Oh, zo lekker nog toch. En Whitney gaat nog eventjes verder. Het is donderdag. Donderdag. Ik heb mijn zonnebril op. Het is super zonnig herfstweer. Echt super lekker. Heb ik helemaal niet gevlogd gisteren. Maar ik had gisteren heb ik met Jesje afgesproken. Jesje is mijn Haarlem buddy. En haar dochter heet Teddy. Naamgenoot van Ollie. En oh, de batterij is bijna op. Shit, batterij. Jongen, die batterij gaat snel op. Gisteren was dus een hele leuke dag. Heel leuk, foto's gemaakt. Zet ik even hieronder. Je zag ook al één alvast op mijn Instagram. Twee. En vandaag... Oh, jeuk! Van dat kluishaar.
Ik ga naar Amsterdam. Ik ga naar de boeklounge van Florine. Florine Duif, kennen jullie van de Home Tour. Zij had een huis vol met edelstenen en bergkristallen. En mede door haar ben ik helemaal aangestoken met al die mooie bergkristallen en edelstenen voor het huis. En ze lanceert haar eerste boek, Moeder Genoeg. We hebben een heel leuk persontbijt met allemaal leuke mama's in Amsterdam. Volgens mij in een yoga studio. En Olly gaat niet mee, die is naar de crash. Maar ik ben er wel. Dus ik ben in Amsterdam. Kijk eens op wie ik stuitte op het station. Echt letterlijk, hè. Ik was even naar beneden aan het kijken. En toen dacht ik ineens van het kind voor me. Dat was ineens heel raar. Maar dat was jij! Idol is er weer! Gezellig eerst in de wolkenfestival. Ja! En nu gaan we, wat gaan we doen? We gaan Ja, ga maar eens even. Je kan dat zo goed. Ja, hè. We gaan naar de boekpresentatie van Florine. Ja. Zij heeft een boek geschreven, Moeder Genoeg. Ja, dus dat is op mijn lijf geschreven. Ja. Dat ik genoeg doe. Ja. Moeder Genoeg, maar we hebben nu een keer een momentje voor onszelf. Want we krijgen een heel mooi persontbijt. Je hebt al gecheckt op Instagram. Dus allemaal lekkere hapjes. Geen idee. Het is dus helemaal afgezonderd hier. We moeten hier naar links. Oh, oké. Okay, maar we hebben er zin in. Dus ik laat het zo. Kijk dan hoe mooi. Oh, nou, daar is het hoor. Oh, kijk. God, ja. Ik loop er gewoon voorbij. Leer minder moeten als moeder. Hallo. Can I ask something? Amber de Vreng, die maakt dit soort mooie illustraties, ook de cover gedaan. Maar dit is een hele mooie en dit is dan de cover. Maar ik vind die allemaal ook heel erg leuk. Ik helemaal gek op ben, is dus het pampusgras. Gekleurd en al. Kijk eens hoe mooi. Ga ik wel even naar op zoek. Een beetje overweldigd door deze toekomst, dat ik eerlijk gezegd niet gedacht. Als ik moet huilen, dan zijn dat en hormonen en slaapgebrek en het baby en hoe. Dus echt ontzettend bedankt. Ja jongens, ik ben met jou. Gefeliciteerd met je mooie boek. Dankjewel. Ik vind het, wacht, ik ga dat zo doen. Waarom zouden mensen jou moeten kopen? Als jij voor je ultieme genot en geluk moet gaan, wil gaan, als moeder zijnde, ook vooral als vrouw. Als leidraad, als je het soms gewoon even niet meer weet. Wij moeders maken het best wel moeilijk voor onszelf. En ook soms te streng zijn voor onszelf en ook voor onze kinderen. En dat mag ik echt loslaten. Flo, je hebt zo'n jurkje aan, waar is het van? Dodo Baron. Oh, die ken ik helemaal niet. Moet allemaal goed kopen, dan kan ze nog meer jurkjes kopen. Het is zo'n ontzettend leuke dag. Ik ga namelijk naar de Sissy Boy winkel. Want ik ga heel veel kitscherige kerstornamentjes kopen voor in mijn kerstboom. En zoals jullie weten heb ik elk jaar mijn boom vol met kerstornamentjes. Geen ballen, dat is echt mijn regel. Er mogen geen ballen in. Alleen maar van die kitscherige kerstfiguurtjes. En Sissy Boy heeft een collectie vol met leuke kerstornamentjes. En ik ga even shoppen. Shoppen voor in mijn boom. Voel me straks als een kind in de snoepwinkel. Ze hebben echt een hele leuke collectie. Ik was laatst bij hun op het hoofdkantoor. Heb ik al een voorproefje gezien. Maar nu mag ik shoppen. Dus op naar de winkel. Dumpty, deze heet Humpty Dumpty, is €40. Maar dat komt omdat hij handgeblazen is met de mond. Met de mond geblazen. En het duurt 3 dagen voordat hij klaar is. Dus vandaar dat hij zo prijzig is. Maar kijk, ik vind hem wel super leuk. Dus die gaat in het mandje. Kijk, dit is ook een hele leuke. Nu denk ik dat ik die ook ga nemen. Ik dacht dat ik alles al in mijn boom had. Maar dat is dus niet zo. Ik had nog geen toekam. En ik had ook nog geen zeepaardje. Hier heb je hele mooie zeepaardjes. Dus ook die gaan in mijn mandje. Egeltjes. Oh, deze zijn heel cute. Deze. Ook in het mandje. Dit is wel een eyecatcher. In de winkel. En echt superveel kerstdingen. Ik heb al 3 mandjes vol. Ze zijn nu aan het uitrekenen hoeveel ik zit. Maar ik voel me echt als een kind in de snoepwinkel. Maar kijk. Ontzettend leuk toch? Ook heel leuk. Allemaal van die hele kleine sneeuwbolletjes. En ze zijn in de aanbieding. Kijk.
heel leuk om te geven aan een kindje. Op de kamer, voor een kleine geitje. Dit is wel echt mijn lievelingssneeuwbal. Kijk nou, met allemaal diertjes. En heel toevallig, hier rechts zit een kerststalletje. Die heb ik onlangs gekregen van iemand. Als kraamcadeautje. Dus nee, die hoef ik niet. En hier heb je een hele leuke kolibri. Ook met de mond geblazen. Dus die neem ik ook mee. En kijk eens wat een leuke pauwtjes. En, dit vind ik heel grappig, een mesgever. Dit is het taart thema. Een beetje mysterieus. Heel veel goud en blauw. En wat ik dan weer heel leuk vind, zijn deze. Deze mooie kerstboompjes. Die zijn ook zo ontzettend leuk. En we hebben hier een uiltje. Allemaal uiltjes. En ook een hele mooie slak. Die is ook heel leuk. In mijn mandje. Ja, ik heb dus nooit een piek. En ik denk dat ik dit jaar ook nog steeds geen piek neem, hoewel deze heel mooi is. Maar ik ben gewoon geen piekenmens. En ik vind deze wel leuk als piek. Een deel van de balletjes. Nou, dit is slechts de helft van mijn buit. Dus ik ga eerst even naar huis lopen en dan haal ik de andere tas op. Ja, zoals je ziet staat de kerstboom inmiddels al. Hij is nog een beetje leeg, hij moet nog worden opgetuigd. Dat ga ik samen doen met Sissy Boy. We gaan een hele leuke video maken waarin ik de kerstboom morgen optuig. Al die kitscherige kerstfiguurtjes, 4 tassen vol hè, ontzettend veel meegenomen. Willen jullie de video nou zien, zal ik zeker mijn kanalen eventjes in de gaten houden. En er komt ook een hele, hele leuke winactie. Want Sissy Boy organiseert natuurlijk ook volgende maand een kerstmarkt. Daar ben ik natuurlijk ook weer bij. Maar allemaal eventjes in de gaten houden. Voor nu even nog een lege kerstboom. Binnenkort is die gevuld. Dat was mijn nieuwste vlog. Op het moment van dit shot ben ik herstellende van de buikgriep. Begon afgelopen zondag, nacht. Het ging de hele maandag door, ook bij de hubby. En het was echt warzone hier. Dus ik heb de afgelopen 3 dagen helemaal niet zoveel kunnen doen. Dat betekent dat er volgende week nog een vlog online komt. Met nog heel veel ander materiaal. Ik loop weer heel erg achter. En in die vlog zien jullie de backstage filmen van de video die ik ga maken. Heb gemaakt met Sissy Boy. Dus dat is wel heel erg leuk om volgende week even te checken. Volgens mij ook een babykamertour. Ik weet het niet zeker. Ik loop echt ontzettend achter door mijn buikgriep. Maar vond het weer een hele leuke vlog. Ik hoop het wel. Dan weer graag dat duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en te reageren. En volgende week dus blijkbaar misschien 2 video's of 1 video. Ik weet niet. Even kijken hoe ver ik kom. Dus voor nu, tot de volgende video. Doeg!